Hoe is je eerste dag als Spartaan bevallen? Ja, goed. Ik ben goed opgevangen. Goede, leuke groep. De meeste kende ik al. Toen ze mij was het eigenlijk een beetje half thuiskomen. En ja, ik ben goed opgevangen nogmaals. De trainingen waren lekker. En ik ben blij dat de eerste dag zo verlopen is. Ja, want je kende de meeste al, zeg je. Je hebt bijvoorbeeld met Adil Ouwestar gespeeld, met Lars Veldwijk. Jurgen Matthijs natuurlijk. Vorig jaar zelfs nog even met Lassana Faye. Heb je ook met die oud ploeggenoten gesproken voordat je deze keuze maakte? Nee, niet echt. Ik had Jurgen wel gesproken. Dat was de enige voor de rest. Ja, ik ken de club al. Ik heb vaak tegen Sparta gespeeld. Ik weet hoe de club leeft in Rotterdam. En voor mij was het belangrijk om in de Eredivisie weer te voetballen. En ja, dus zodoende sta ik hier nu. Was het een makkelijke keuze om naar Sparta te gaan? Ja, makkelijke keuze is het nooit. Want ik kom van Vitesse en er waren wat clubs geïnteresseerd. Alleen ja, het verhaal van Sparta sprak me aan en ik heb gewoon weer zin om te knallen. Wat was het verhaal van Sparta dan? Ja, ze gaan weer Eredivisie spelen, dus dat is sowieso aantrekkelijk voor een speler. En het is in een mooie stad. En je maakt aanspraak op meer minuten dan bij Vitesse. En ja, het gevoel wat ze me gaven was gewoon een goed gevoel. En dat gaf eigenlijk de doorslag om voor Sparta te kiezen. En dan de komende seizoen, 34 wedstrijden Eredivisie met Sparta. Wat verwacht je? Wat ik verwacht. Ik verwacht dat het een mooi jaar kan worden. Het wordt sowieso heel zwaar. Dat weet je als je in de Eredivisie weer komt. Het is voor ons zaak om bij elkaar te blijven en als groep goed te opereren. En hopen dat we zoveel mogelijk punten pakken. En voor jezelf, waar richt jij je op? Wat zijn jouw persoonlijke doelen? Ja, zoveel mogelijk spelen. Dat is voor mij nu het belangrijkste.